U, meneer de voorzitter. Het is natuurlijk zo, er is een stakingsactie. Die stakingsactie komt er de komende weken nog verder aan. Daar kan je op twee manieren op reageren. In alle sereniteit, zoals vandaag gebeurt. Wij respecteren uiteraard dat mensen ontevreden zijn, dat zij staken. Goed, dat is een goed recht, maar het is inderdaad, collega Deloor, een even goed recht, bijna een grondrecht, om te mogen, om te kunnen je job uitoefenen, om te kunnen werken. En dan denk ik dat het niet abnormaal is dat een werkgever, die de minister in deze als verantwoordelijke minister toch is, dat zij daar alles toe beweegt om mensen die kans te geven. Je hebt het recht om te staken, maar je hebt ook het recht om te werken. En recht stopt voor mij, recht eindigt als je de vrijheid van iemand anders begint in te perken. Ik denk dat we dat moeten bestrijden. En ik denk, als we horen, en dat blijkt ook uit de pers, uit de weergave daarvan, dat het in alle sereniteit gebeurt, dan denk ik dat dit absoluut geen olie op de golven gieten is. Mevrouw Holmans.